Stanley, eerste training voor het nieuwe seizoen. Ja, dan is de logische vraag, wat voor een gevoel heb je op dit moment? Ja, leuk. Goed gevoel. Het is weer fijn om weer op het veld te staan. En ja, soms scheld je ze wel eens verrot, maar het is ook wel fijn om ze weer terug te zien, die jongens. Dus wat dat betreft, nee, goed gevoel. Zowel bij jou als bij de spelers de batterijen volledig terug opgeladen? Ik denk het wel, ja, bij mij sowieso. En als ik de kopjes zo bekijk, is iedereen weer fris en heeft er weer zin in. Dat kon je ook wel zien aan de training, dat iedereen weer gretig is. Dat je ze moet afremmen. Maar nee, het ziet er goed uit. Er zijn nog wel een paar jongens afwezig, waardoor dat, ja, de kern voorlopig nog redelijk klein is. Ja, klopt. Er zijn wat jongens die, ja, die hebben wat extra dagen gekregen. Gali heeft natuurlijk nog op 6 juni gespeeld. Dus dat, daar wachten we op. Normaal gesproken moeten we volgende week weer volledig zijn. Hoe ziet jouw opbouw eruit na de eerste oefenmatch toe? Want die komt er eigenlijk zaterdag al aan. Ja, die jongens hebben allemaal een programma meegekregen waar ze zich volgens mij perfect aan hebben gehouden. Niemand is van deze groep in ieder geval te zwaar of met te veel vet teruggekomen. Dus dat is perfect. Dus ze hebben al een goede basis. En ja, deze week wat een beetje optrainen naar een niveau waarop je tegen een amateurploeg kan spelen. En zo moet je dat verder op gaan bouwen en uit gaan bouwen. Naast de jongens die nog afwezig zijn, komen er uiteraard nog een aantal transfers aan, maar daar ben jij ze wel samen met Thomas dan nog wel aan bezig? Ja, nou ja, Keita is, die komt van de week, komt hij. Die heeft toch wat dingen die hij moest regelen. Hij komt terug op vakantie, dus die komt van de week. En Rami, daar zitten we met zijn visapapieren. Dus, maar dat komt allemaal. Dus om eigenlijk te concluderen, ja, vol goede moed en vol energie, klaar om het nieuwe seizoen rustig op te bouwen. Op dit moment wel, ja. Je weet niet hoe het morgen is. Nee, het is nogmaals, het is elk jaar hetzelfde. Als je weer begint is het heerlijk en je hoopt dat iedereen in ieder geval fit blijft. Ja, de voorbereiding is zo belangrijk dat je kan werken aan een elftal met een selectie naar iets toe. Dus je hoopt dat iedereen fit is en blijft. En, ja, we moeten kijken of we onze prestatie van het vorig seizoen kunnen bevestigen en misschien kunnen uitbouwen. Dankjewel.